Het is zoals het is. Het was een bekende uitspraak van Theo Bos, Mr. Vitesse. Het werd ook de titel van het boek dat de Arnhemse schrijver Marcel van Roosmalen schreef over de laatste maanden van het leven van de in februari overleden oud-Vitesse-speler. Van Roosmalen heeft al diverse publicaties op zijn naam staan. Hij schrijft onder meer voor NRC Next, Hartgras en de Vara-gids. Zaterdag was hij bij boekhandel Polare op de Jansplaats om zijn boek te signeren. Het boek, het is zoals het is. Het is geen biografie, maar wat is het voor boek? Het is eigenlijk een portret van Theo Bos van de laatste 16 weken toen ik met hem op ben getrokken. En voor de rest eigenlijk hoe hij was als voetballer in mijn herinnering. En er staan interviews in met vrienden, bekende, familie. Was het niet moeilijk in die laatste periode met Theo dit allemaal op te tekenen? Gemakkelijk was het niet. Maar het was ook wel gezellig. We hebben het op zich ook wel leuk gehad met elkaar. Het moeilijkste was eigenlijk toen hij was overleden. Theo bleef positief. Dat klopt. Hij bleef strijdbaar, om het zo maar te zeggen. Zo was hij ook als voetballer, hè? Strijdbaar, hè? Zo was hij ook als voetballer, ja. Zo was hij als voetballer en als mens. Het was een bijzonder mens, Theo Bos. Ja, zeker een bijzonder mens. Ik schrijf in het boek, hij was gewoon en hij was bijzonder. En dat was eigenlijk de beste omschrijving van hem. Jij bent ook een Vitesse supporter. Toen je klein was, was je al op Monnikenhuizen. Je hebt hem eigenlijk zijn hele leven zo'n beetje gevolgd. Ja, nou, de eerste 20 jaar gewoon als supporter, zoals iedereen. En hij was mijn favoriete speler, omdat ik het gewoon geweldig vond dat een Arnhemmer in het eerste van Vitesse speelde. En nou ja, dat Theo pak hem terug was natuurlijk, had iets cults. En dat vond ik ook geweldig. Hij was dus de echte Mr. Vitesse? Ja, voor mij wel. Hoe vond je hem als trainer? Goed, eerlijk, duidelijk. Hij nam geen blad voor zijn mond? Nee, hij zei gewoon wat hij dacht op een eerlijke, faire manier. Zoals iedereen hem kent eigenlijk hier ook. Nou, ik hoop dat de rest van Nederland hem door dit boek ook leert kennen. Hoe kijk je op dit boek terug? Goed. Ja, nou, ik ben blij dat ik het gemaakt heb. Ik ben blij dat het af is.